President Chandrika Prasad Santokhi erkent dat de samenleving, vooral de werkende klasse, het moeilijk heeft. Dit concludeert het staatshoofd na 2 dagen van nationaal dialoog. De roep van de maatschappelijke organisaties is volgens de president dat er maatregelen worden getroffen om op korte termijn verlichting te brengen in de samenleving. De president zegt dat er ook een roep is voor structurele maatregelen om de armoede en koopkracht aan te pakken. Met name hebben de vakbonden ook gevraagd om te kijken naar de verschillende doelgroepen binnen de arbeidsgroepen die in onderhandeling zijn met de regering. Natuurlijk zullen die dingen apart aangepakt worden. Ik denk dat bij sommige organisaties daar een stukje misverstand is geweest. Dat we deze bespreking zouden gebruiken om onderhandelingen voor te zetten. Nee, deze bespreking die moet je zien als een vooroverleg om te komen tot een gestructureerde, geïnstitutionaliseerde nationale dialoog. En natuurlijk moet je in die voorfase de inzichten vernemen. Wat zouden de onderwerpen moeten zijn? Hoe is een participatie? Welke zijn de prioriteiten? Dan heb je in ieder geval na deze fase een duidelijk agenda met verschillende thema's. En dat koppelen we aan een tijdlijn. Dat is mijn zienswijze, maar ik luister ook naar de zienswijze van de verschillende organisaties. Dan gaan we dat samen uitvoeren. Een ander belangrijk aspect dat de diverse organisaties hebben aangehaald is de angst die sinds 17 februari leeft binnen de samenleving. Volgens de president hebben de organisaties de regering gevraagd de angst terug te dringen. Niet alleen met vele veiligheidsmaatregelen, maar ook structurele maatregelen, door goede samenwerking aan te gaan met bedrijfsleven, met ondernemers, de betrokkenheid willen ze hebben. Ook de personen van de sociaal arme buurten die ik ontvangen heb, in het dagelijks taalgebruik worden ze ghettos genoemd, ik wil liever dat woord niet gebruiken. Het zijn buurten die een achterstand hebben in ontwikkeling op verschillende niveaus, daar moet er geïnvesteerd worden. Maar ook zij zeggen namelijk dat heel wat van de issues daar in de buurten goed opgelost kunnen worden met goede communicatie. President Santokhi gaat morgen door met het voeren van een nationaal dialoog. Er zal dan in overleg getreden worden met organisaties binnen het bedrijfsleven.